In de A-lijn vind je middenklassers en budgettoestellen van Samsung terug. Deze toestellen hebben een erg goede prijs-kwaliteitverhouding en bevatten de laatste technische snufjes. Deze A41 zit een beetje in het midden van de lijn. Toch heeft de A41 veel van dezelfde features die je terugvindt bij toestellen van de S-lijn, maar zonder het hoge prijskaartje. Dit is de Samsung Galaxy A41. Wat ik persoonlijk erg fijn vind aan het design van een toestel is het formaat. Ik ben al jaren gewend aan een supergroot scherm waarbij de hoeken van het scherm niet met één hand kan aanraken. De A41 is daarom zeker een verademing. Qua formaat is de telefoon te vergelijken met bijvoorbeeld een Galaxy S10. Dit betekent zeker niet dat het een klein toestel is, maar wel dat het toestel handzaam is en tegelijkertijd groot genoeg is om een film op te kijken. De telefoon is gemaakt van kunststof en heeft op de achterkant een mooi design wat je vaker terugziet bij andere Samsung-telefoons in deze lijn. Het eerste wat opvalt als we naar de voorkant kijken is het prachtige beeldscherm. Echt wel uniek voor deze prijs is het AMOLED-scherm. Een AMOLED-scherm maakt gebruik van OLED-technologie. Misschien komt je bekend voor, want ook de allerduurste televisies hebben een OLED-paneel. Kleuren spatten van het scherm en bij een zwart beeld schakelen de pixels onder het scherm zich uit, waardoor zwart echt zwart is. Onder het beeldscherm is ook een vingerafdrukscanner te vinden. Deze staat bij de Galaxy A40 op de achterkant, alleen heeft Samsung er dit jaar voor gekozen om deze onder het scherm te plaatsen. De scanner werkt oké, maar is niet super snel en je zal soms de code moeten invoeren om de telefoon te ontgrendelen. Voor alle fans van bedraden koptelefoons heb ik goed nieuws, want de A41 heeft nog een koptelefoonaansluiting. Iets wat veel dure telefoons al jaren niet meer hebben. De meeste games draaien zonder probleem op het toestel, zoals bijvoorbeeld Real Racing 3. Bij erg zware games zoals Fortnite kan het toestel het wel iets moeilijker krijgen. De batterij in de A41 heeft een capaciteit van 3500 mAh en gaat ongeveer een dag mee. Gelukkig beschikt de A41 over snel laden met een snelheid tot 15 watt, waardoor je telefoon lekker snel vol is. De A41 heeft in totaal 4 camera's, 3 aan de achterkant en eentje aan de voorkant. Hierdoor kan je in elke situatie goede foto's maken. Met de 48 megapixel hoofdcamera maak je foto's met erg veel detail. Je kunt dus lekker ver inzoomen op de foto zonder dat deze wazig wordt. De ultra wide lens is extra handig als je bijvoorbeeld een groepsfoto maakt. Zo passen alle personen makkelijk op een foto. De laatste lens op de achterkant is de depth sensor. Deze zorgt voor een vage achtergrond als je een portretfoto maakt. De selfiecamera aan de voorkant maakt ook goede foto's en is prima geschikt voor het maken van een selfie of Snapchat. De A41 wordt geleverd met de laatste versie van Android, namelijk Android 10. De software werkt prettig en is voor iedereen makkelijk te begrijpen. Via de Google Play Store heb je toegang tot duizenden apps en games. Wat ik zelf erg fijn vind is Samsung's updatebeleid. Telefoons van Samsung krijgen doorgaans 2 à 3 jaar updates. Je bent dus de komende jaren zeker van software en beveiligingsupdates. Zo hou je je telefoon en je gegevens veilig van hackers. Met de A41 zet Samsung een sterk toestel neer in de mid-range markt. Als jij op zoek bent naar een telefoon met een prachtig scherm, een goed en stevig design, een batterij die een hele dag meegaat en een indrukwekkende hoeveelheid camera's heeft, dan is deze A41 misschien wel iets voor jou. Bekijk dit toestel of onze andere op welsimpel.nl of in onze app.